Beste vierde klassers, ik ga jullie in deze PowerPoint door de weektaak van 23 tot 29 maart heen leiden voor het vak Nederlands. Vertel straks eerst kort iets over deze periode, dan iets over deze week en dan gaan we naar versie 0 kijken. Volg de stappen voor versie 0 echt mee. Ga dus niet meteen naar de laatste dia voor de opdracht van volgende week, want dan mis je een heleboel. Want schrijven is een proces. Heb je vragen? Mail je docent. Geef alles op een rijtje. Wat moet ook alweer af en wanneer en waarom? We zijn bezig met periode 4 en we zijn bezig met tekstbegrip. Daar werk je aan in Quizzle, daar vertel ik zoiets meer over. Daarnaast zijn we in de lessen bezig met het schrijfdossier en op 10 april lever je het totale schrijfdossier op papier en in de ELO in. Je krijgt een cijfer voor werkhouding en een cijfer voor een door de docent uit te kiezen tekst. Daarnaast vergeet niet dat je op 7 april boek 4 uit moet hebben, want daar hebben we ook een schrijfopdracht aan gekoppeld, schrijfopdracht 4. Deze week gaan we bezig met tekstbegrip, daar vertel ik zoiets meer over. En over, we gaan bezig met schrijven, je gaat versie 0 omwerken naar versie 1, aan de hand van het schrijfstappenplan. Even kortjes over Quizzle. We hebben 5 teksten klaargezet en als het goed is heb je eentje al gemaakt en nagekeken. Dat is typically, is dat niet het geval, doe dat dan meteen. En daarnaast maak je van de 4 teksten die er dan nog staan, 2 of meer natuurlijk, want oefening baart kunst. Kijk eens het volgende filmpje, je ziet daar een YouTube-adres, kijk daar eens het filmpje op, hoe pak je nou zo'n tekst aan. Het zijn lang filmpjes, doen het heel uitgebreid, het is eigenlijk de oogik, maar dan heel uitgebreid. En doe er je voordeel mee. Kijk je teksten goed en kritisch na. En wil je meer oefenen, heb je alles al gemaakt. Kijk dan of je alle teksten uit periode 1 tot en met 3 al gemaakt hebt. Natuurlijk komen we op tekstbegrip in een van de volgende weken terug. Aan het schrijfdossier. Daar moeten 4 soorten teksten in. Nou, opdracht 1 zit er al in. Dat was die betogende ingezonden brief. Versie 1 en versie 2. Ik weet niet of het al iemand is gelukt om een brief geplaatst te krijgen, maar mail je docent als dat het geval is. Spannend. Daarnaast de column, versie 1 en versie 2. En we gaan vandaag dus bezig met versie 0 na versie 1 omwerken. Betoog. En opdracht 4 is die tekst over het gelezen boek. Dus daar hebben we ook nog kleine opdrachtjes. Nou, wij gestructureerd en georganiseerd. Zorg er dus voor dat als je dat de teksten die je laat nakijken door iemand anders, dat de correcties daarop ook zichtbaar zijn. Schrijf daarboven ook wie jouw tekst heeft nagekeken. En als je digitaal werkt, zorg er dan ook voor dat je met een controleren functie werkt en niet dat iemand gewoon alle correcties over alles heen typt. Ze willen echt het proces zien. En houd je aan de aangegeven volgorde. Nou, we gaan naar het schrijflab. En de opdracht van vorige week, even een reminder, wat was het ook alweer? Nou, je moest een betoog schrijven en je publiek, dat zijn je klasgenoten. En het betoog moet gaan over een van de volgende stellingen, een van de 6. Daarnaast moest je in je betoog minimaal 3 citaten of parafrases met een juiste APA-bronvermelding verwerken. Nou, dat gaan we doen. Neem versie 0 van je betoog voor en doe mee. Ik volg nu het schrijfstappenplan, dat staat ook op de ELO. Maar ook als je een andere manier hebt gekozen, volg je nu en maak je aantekening op versie 0. Het schrijfstappenplan is geen doel op zich. Het is een middel om te komen tot een mooi eindschrijfproduct. En helemaal als je schrijven moeilijk vindt, is het gewoon handig om gestructureerd zo'n stappenplan te doorlopen. Je kunt ook bepaalde dingen er gewoon uitpakken en gebruiken. Nou, kijk wat voor jou is. Schrijven is een proces. Er zijn maar weinig schrijvers die gaan zitten en na een uur een perfecte tekst hebben. Nee, schrijven is opnieuw beginnen, inlezen, weggooien. Nou, wat hier links staat. Schrijven is ook schrappen. En schrijven gaat dus niet in één keer. We zijn nu nog steeds bezig met fase 1 van het schrijfproces. Kijk even goed naar de volgende dia. Daar zie je heel duidelijk dat het voorbereiden 40% behelst en het corrigeren ook 40% omvat. En dat het gewoon het doorschrijven eigenlijk maar 20% is. De meeste mensen denken dat de meeste tijd in het doorschrijven gaat zitten. Maar echt de meeste tijd zit in een goede voorbereiding en
en in een goede correctiefase. Nou, wij zitten nog steeds in die eerste fase. Wij zijn aan het voorbereiden, nadenken. Wat gaan we gebruiken? Wat heb ik nodig? En hoe ga ik het allemaal op? Voordat je gaat schrijven, ga je eerst altijd nadenken. Wat weet ik al van het onderwerp? Nou, dat heb je gedaan. Je hebt gebrainstormd over een van de stellingen die je hebt gekozen. En je komt er dan achter dat je je nog moet documenteren. Dat is meestal de uitkomst. Hoe je brainstormt maakt trouwens niet zoveel uit. Je kan met ABC werken, je kan met mindmaps werken. Maar het is echt bedoeld om even je hersenen in de nadenkstand te zetten. Vervolgens ga je nadenken, ja, wat moet ik nou eigenlijk schrijven? Nou, in ons geval was dat het betoog. En dat heeft als doel overtuigen. En bij overtuigen moet je er dus voor zorgen dat je lezer vindt wat jij vindt. En dat doe je door goede argumenten te geven. En dan ga je op zoek naar informatie. En je komt erachter dat je bepaalde feiten, meningen, citaten wil gebruiken, al dan niet geparafraseerd. En je hebt wat dingetjes overgeschreven, dus citaten precies overgeschreven, parafrasen, stukje tekst in je eigen woorden en feiten en meningen die je wilt gaan gebruiken. En hoe ga je hier nu mee om in je betoog? Nou, als je een citaat wil gebruiken in je tekst, dus iets wat je letterlijk hebt overgeschreven. Ik heb hier een citaat van Wouter Koekoek. Je ziet de eerste aanhalingstekens en de laatste aanhalingstekens. Dat heeft hij letterlijk zo gezegd. En als ik dat in mijn betoog wil gebruiken, dan schrijf ik dat zo op. En tussen haakjes geef ik aan. Oké, dit is door Ene Koekoek opgeschreven in een artikel uit 2018. Een lezer die dat wil nazoeken, die gaat naar mijn literatuurlijst, mijn bronnenlijst achteraan. Mijn artikel en die komt dan uit op deze bronvermelding en die kan dan precies gaan opzoeken op die website van Scribner waar dit stuk op de juiste manier citeren, want zo heet het, staat en wat er precies in stond. Ik heb het geraadpleegd op 19 maart. Als je gaat parafraseren, dan gaat het eigenlijk hetzelfde. Het enige verschil is dat je niks tussen aanhalingstekens zet, maar dat je in je eigen woorden vertelt wat Wouter Koekoek, die medewerker van de website Scribner is, heeft gezegd. Dus ik vertel niet letterlijk wat hij heeft gezegd. Het is handig om als je iemand aanhaalt altijd even te vermelden wat diegene doet, wat zijn of haar functie is. Want anders dan denkt iedereen ook, nou, wie is Wouter Koekoek? En op je literatuurlijst, bronnenlijst, dan staat dan weer achteraan wat eronder staat. Ook als je feiten gebruikt in je tekst, bijvoorbeeld dat er in een bunker op Spitsbergen 90.000 zaden opgeslagen liggen. En dat heb je uit een bron, NOS in dit geval. En een lezer denkt, nou dat is interessant, dat wil ik even opzoeken. Het gaat hier echt om feiten die een lezer nog niet algemeen bekend zijn. Dan zet je op je literatuurlijst, je bronnenlijst, het zo neer. NOS is, er stond geen schrijver bij dit artikel, dus dan pak je de naam van de instantie. Dat is de NOS in dit geval. De NOS. Nou, meer tips over bronvermelding vind je op Scribner. En verwerk dus in je betoog op een correcte manier minimaal 3 citaten, parafrases. En zorg dat je een literatuurlijst, bronnenlijst achteraan je artikel hebt. Stap 4. Nou, voordat je je betoog gaat schrijven, moet je ook nadenken. Oké, wat moet ik nou eigenlijk doen en hoe ga ik het doen? Nou, voor een betoog moet je in ieder geval kritisch zijn. En ook persoonlijk. En daarnaast kun je ook nog het vanuit de actualiteit bekijken, vanuit de geschiedenis. Een beetje meer een technische invalshoek. Bepaal dat zelf. Maar in ieder geval de eerste twee, die moeten er zeker in zitten. Dan stap 5. Je gaat schrijven voor klasgenoten. Nou, omschrijf die doelgroep. Wat weten ze? Wie zijn het? Wat is interessant? Welke woorden, begrippen moet je uitleggen? Denk eraan, want je schrijft voor je lezer. Als je lezer weg is na de eerste zin, dan heeft dat hele stuk geen zin. Naar je hoofdgedachte, stap 6. Bepaal je hoofdgedachte. Nou, die was gegeven in deze. Hier zie je 1 van de 6. Dus dat is niet zo ingewikkeld. En dan ga je nadenken over je tekststructuur. Betoog heeft een argumentatiestructuur. Basisstructuur of een gecompliceerde structuur. Zie ook brutaal, als het goed is, heb je dat al doorgelezen. Of wat ook kan, een voor- en nadelenstructuur. Maar eigenlijk is dat stiekem gewoon een argumentatiestructuur, want je gebruikt de voor- of nadelen als argumenten. Want je doel is en blijft overtuigen.
Hoe deel je dat nou in? Nou, in de inleiding moet je twee dingen doen. In ieder geval moet je motiveren en informeren. En motiveren is je lezer verleiden om te gaan lezen. Maar je moet ook vertellen wat de lezer gaat lezen. In de kern kom je met je argumenten en eventueel tegenargument of tegenargumenten met weerleggingen. En in het slot kom je met een conclusie en herhaal je je stelling, je standpunt. Dat kan op allemaal verschillende manieren, maar dit is een beetje de kern. Dan ga je schrijven, stap 8a. En dan ga je gewoon in steekwoorden opschrijven wat je waar wilt gaan behandelen. Dus je links zet je bijvoorbeeld A is alinea 1. Dan schrijf je op wat je deelonderwerp is. En dan rechts je steekwoorden. En zo doe je dat voor iedere alinea. Natuurlijk mag je meer alinea's maken, maar die passen niet meer op de dia. Met G. Nou, als je dat hebt nagedacht, dan heb je eigenlijk al een soort raamwerk voor je stuk gemaakt. Voor je betoog gemaakt. En dat mag trouwens ook nog helemaal op de helling. Maar dan ga je je inleiding uitwerken in korte zinnen. In ieder geval in de eerste alinea moet je een appetizer geven. Je moet motiveren, je moet verleiden en laat jezelf zien. Heel belangrijk. En dan kan dat op verschillende manieren. Nou, je ziet er hier een aantal. Begin alsjeblieft niet met een zin als je ziet het steeds vaker. Maar maak echt, lok die lezer je tekst in. Alinea 2, informeer je de lezer. Je introduceert je onderwerp en je geeft je stelling. Tip, pak de opiniepagina van een krant erbij dit weekend. En kijk eens hoe schrijvers dit doen. En kijk niet naar nieuwsberichten, hè, maar kijk echt naar betogende teksten. Vervolgens ga je de kern uitwerken. Nou, dan kun je, stel je zegt ik heb drie argumenten voor en ik heb één tegenargument met een weerlegging. Nou, dan zou je dit als volgt kunnen opbouwen. In ieder geval moet ieder argument sectie opgebouwd zijn. Ik zal zo even laten zien hoe je dat kunt doen. En stel je hebt meer, bijvoorbeeld bij in alinea 6 je tegenargument en de weerlegging zijn heel lang. Dan kun je daar ook nog heel goed een nieuwe alinea van maken. Dat de weerlegging zijn eigen alinea krijgt. Let ook op, hè, dit is maar een voorbeeld. Je mag ook voor een heel andere volgorde kiezen. Eerst het tegenargument bijvoorbeeld. Bepaal zelf hoe jij je lezer het beste kunt overtuigen. Dat is eigenlijk steeds de kernvraag. Nou, hoe bouw je nou zo'n alinea een beetje sexy op? Je zegt iets, dus je zegt bijvoorbeeld dat een bepaalde spin heel gevaarlijk is. Dan ga je toelichten. Hoezo? Nou ja, zijn gif is dodelijk en ze zijn ook nog bijzonder agressief, die spinnen. En dan geef je ook nog een voorbeeld dat er ternauwernood aan de dood zijn ontsnapt, maar gelukkig was er tegengif. Nou, hier zie je een alineaatje, een mini-alineaatje hoor, maar sexy opgebouwd. Alleen maar de eerste, die spin is heel gevaarlijk. Ja, natuurlijk zullen mensen zeggen, dat zal wel. Maar laat het door de uitleg en de toelichting zien en het voorbeeld zien dat dat zo is. Nou, dan ga je het middenstuk helemaal uitschrijven. Een paar tips. Gebruik per deelonderwerp één alinea. Zet kernzinnen voor of achteraan in de zin. Dat is voor je lezer makkelijk. En leid die lezer door middel van signaalwoorden. Help de lezer steeds denken. Snapt hij dit? Is dit duidelijk voor hem of haar? En bouw je alinea's dus sexy op. En bewijs en verwijs naar je bronnen volgens APA. Want die lezer moet het kunnen checken als er iets staat. Je moet kunnen opzoeken. Klopt. Dan naar het slot. Schrijf het slot. Hoe doe je dat nou? Nou, hoe ga je afsluiten? Lees eerst inleiding en kern. Wat je daarvoor hebt opgeschreven in die steekwoorden. Die korte zinnetjes. Hè, die zijn nog niet helemaal af. En zorg dan voor een conclusie die daarbij, of een slot dat daarbij past. Dat kan een conclusie zijn met daarin je stelling. Dat kan een combinatie zijn van een samenvatting, conclusie en je eigen meningsstelling, hoofdgedachte. In ieder geval probeer eruit te gaan met een uitsmijter. Een zinnetje dat toch nazindert in het hoofd van de lezer. En dat moet niet een flauw zinnetje zijn of iets heel raadselachtig dat die lezer ook denkt. Nou begrijp ik het niet meer. Is best moeilijk, maar kijk ook hiervoor weer in de kranten naar de betogen op. Hoe doen ze dat? En dan, eigenlijk dan pas, ga je de inleiding uitschrijven. Die heb je in wat korte zinnen al opgeschreven. Misschien vind je dit wel een beetje raar, want daar begin je toch mee. De meeste mensen denken je moet met de titel beginnen. Maar juist door de inleiding en titel als laatste onderdelen uit te werken, zorg je voor een goede aansluiting.
in je stuk tussen inleiding en kern en kern en slot. Nou, voor een titel heb ik nog een tip. Daar moet je eigenlijk ook twee dingen doen. Geef een motiverende titel. Dus verleid je lezer, zwammen in de ruimte. Dan denkt de lezer, waar gaat dit over? Maar leg hem ook uit door middel van een informerende ondertitel. Bijvoorbeeld nieuwe communicatietechnologieën van de NASA. Dan heb je beide onderdelen mooi verwerkt. Om ze in één zin te krijgen is best wel pittig, motiveren en informeren. Je hebt nu een stuk kritisch doorlopen. Je hebt een heleboel tips gekregen. Het is nu zaak om van versie 0 naar versie 1 te gaan. Verwerk alle tips. Kijk wat je kunt gebruiken. Kijk goed naar spelling en stijl. En verander pas aan of gooi weg. Maak een nieuwe versie. Maar hou versie 0 natuurlijk wel. En uiterlijk zondag 29 maart om 10 uur leef je versie 1 in de ELO in. De docent geeft feedback op deze versie digitaal in de ELO. En lever je niks in, dan krijg je geen feedback en ontbreekt een onderdeel van je schrijfdossier. Dat heeft invloed natuurlijk op je cijfer voor de werkhouding. Nou, het is best een ingewikkelde grote opdracht. Als je vragen hebt, mail ze. Doe je best en heel veel succes.